En dan ga ik de tweede spreker introduceren. De tweede spreker is Danielle van de Graaf. Zij doet promotieonderzoek hier in Tilburg bij de Medische en Klinische Psychologie en bij COR. En zij onderzoekt een online zelfhulpinterventie voor mensen die last hebben van neuropathie door chemotherapie. Danielle, mag ik je uitnodigen om je presentatie te geven? Dankjewel Marije. Goedenavond allemaal, ook thuis. En bedankt aan de organisatie en de andere sprekers hier. Ik wil jullie graag meenemen in mijn proefschrift wat ik aan het schrijven ben hier bij de universiteit. En ik wil jullie meenemen in het onderwerp neuropathie, specifiek veroorzaakt door chemotherapie. We zijn met dit project gestart in 2020, begin 2020, net tijdens de eerste lockdown. Het is een project dat gefinancierd is door KWF. En we werken hierin ook samen met IKNL en met Profiel, zoals net ook al door Corina werd toegelicht. Voor degenen die er nog niet van op de hoogte zijn, wil ik graag de aandoening even toelichten. Zoals ik al zei, gaat het om neuropathie specifiek veroorzaakt door chemotherapie. En neuropathie betekent dat er zenuwschade is ontstaan. Bij neuropathie in de perifere zenuwen zien we dat dat voorkomt in de handen en in de voeten, maar dat kan ook spreiden naar de armen en naar de benen. En de symptomen die mensen ervaren kunnen heel uiteenlopend zijn. Dus je ziet dat mensen last hebben van brandende pijn, het gevoel dat er naalden in bijvoorbeeld hun handen steken. Maar het kan ook een heel doof gevoel of een veranderd gevoel veroorzaken. Ik kom later nog eventjes terug op die klachten. Nou, je ziet dat na afronding van de chemotherapie, 1 maand na afronding, ongeveer 80% van de mensen hier last van heeft. En dat verlaagt na 6 maanden en langer tot ongeveer 30%. Dus het is best een flinke afname, maar nog steeds 1/3 van de mensen houdt hier dus langer termijn last van. En we zien dat bij deze mensen, en dan voornamelijk bij de mensen met pijnlijke neuropathie, dat zij echt een verslechterde algemene kwaliteit van leven hebben. Maar ook een verslechterd functioneren eigenlijk op verschillende vlakken. Ik wil jullie in verschillende hoofdstukken van mijn proefschrift meenemen. Als eerste wil ik jullie het een en ander vertellen over de systematische literatuurreview die we hebben geschreven. Een kwantitatieve beschrijvende studie over patiëntenervaringen van patiënten met neuropathie. Dan een kwalitatieve studie over hoe de mensen omgaan met de neuropathie. De studie waarin we inderdaad de ontwikkeling van de interventie beschrijven. En dan het protocolpaper van de effectstudie die we aan het uitvoeren zijn. Ik wil beginnen met de systematische review die we hebben uitgevoerd. En die is specifiek uitgevoerd naar online ACT-interventies voor chronische pijn. Het gaat hier dus om chronische pijn breed en niet alleen om neuropathie. Dat geldt voor de andere studies wel, maar bij deze hebben we dus naar meerdere soorten chronische pijn gekeken. En het doel was om alle literatuur die beschikbaar is met betrekking tot online ACT-interventies voor chronische pijn te bestuderen. Voor degenen die het niet kennen, acceptance en commitment therapie is een derde generatie cognitieve gedragstherapie. En het doel van deze therapie is dat je psychologische flexibiliteit nastreeft. En dat betekent dat je eigenlijk ondanks de pijn en de negatieve gedachten en emoties die je daarbij hebt, dat je toch handelt in overeenstemming met de waarden die je hebt. Dus ondanks dat je pijn hebt, zoals bijvoorbeeld neuropathie, dat je toch activiteiten uitvoert die passen bij je waarden. In dit geval zijn we specifiek gaan kijken naar de online variant van acceptance en commitment therapie, omdat dat veel voordelen oplevert op het gebied van bijvoorbeeld kosten en beschikbaarheid. Maar het verbreedt ook de diversiteit aan interventies, voornamelijk voor mensen die zich comfortabel voelen online. Dus zo zijn we bij deze onderzoeksvraag gekomen en dat is echt een soort van startpunt voor het project geweest. We kunnen uit de review concluderen dat de online ACT-interventies voor chronische pijn effectief zijn gebleken en dat ze over het algemeen ontwikkeld zijn in lijn met die ACT-theorie. Dus dat ze de onderdelen van ACT goed hebben toegepast in de interventies. Wat we ook zagen is dat de meerderheid van de studies eigenlijk geen informatie gaf over de keuzes om de interventie te optimaliseren. En dat betekent dat ze eigenlijk niet zoveel hebben toegelicht over wat ze hebben gedaan om de adherentie van de interventie te optimaliseren. Dus om zo optimaal mogelijk gebruik te bewerkstelligen. En dat is dus wel iets wat we, waar we in onze interventie wel heel veel aandacht hebben willen besteden.
ook gebaseerd op deze review. Dan het volgende paper. Daarin zijn we gaan kijken naar patiëntenervaringen van patiënten met neuropathie. Het doel was om de ervaringen van patiënten op het gebied van symptomen en hun dagelijkse beperkingen te onderzoeken, maar ook om te kijken in hoeverre zij steun ervaren van zowel zorgverleners als van hun sociale omgeving. Het was een project in samenwerking met de NFK en dan specifiek als onderdeel van het Doneer je ervaring project. NFK heeft een online vragenlijst uitgezet begin 2021 en patiënten konden deelnemen als zij neuropathieklachten hadden op het moment van het invullen van de vragenlijst of in het verleden. En we hebben uiteindelijk 1975 patiënten kunnen includeren. Een groot deel van de patiënten was vrouw en ook daardoor was een groot deel van de patiënten borstkankerpatiënt. De tijd sinds diagnose was eigenlijk wel heel erg gevarieerd en ook de duur van de symptomen, de neuropathie-symptomen, was eigenlijk wel heel erg goed gevarieerd. Dus we zagen dat ongeveer of meer dan de helft al meer dan 2 jaar symptomen had. Dan de symptomen die zij rapporteerden. We zien dat een heel groot deel van de mensen last heeft van symptomen en in de voeten en in de handen. En we zien dat de symptomen die zij hebben in de voeten en in de handen ook best wel vergelijkbaar zijn. Dus de belangrijkste symptomen zijn tintelen, verminderd gevoel, verlies van gevoel en een veranderd gevoel in de voeten. En bij de handen zijn dat voornamelijk tintelingen en een verlies van gevoel of een verminderd gevoel. Nou, als we dan gaan kijken naar de beperkingen in het dagelijks leven die mensen hierdoor ervaren, dan zien we dat mensen eigenlijk best wel goed in staat zijn om de algemene dagelijkse handelingen uit te voeren. Dus ze zijn goed in staat of ervaren in ieder geval de minste beperkingen bij zorgen voor het gezin, fietsen, autorijden, eten en drinken, seksualiteit, etc. Waar we meer beperkingen zien, is bij de eigenlijk de dingen waar het voornamelijk gaat om het vervullen van rollen. Dus huishoudelijke taken, sociale activiteiten, hobby's, sporten, lopen en slapen. En als we dan kijken naar in hoeverre mensen tevreden zijn met de zorg die ze hebben ervaren, dan zien we dat ze daar overal best wel tevreden over zijn in het geval van zorgverlening in het ziekenhuis. Maar wat we wel ook zagen is dat 43% aangeeft niet te zijn geïnformeerd over wat ze konden doen als een neuropathie zou ontwikkelen. De vraag is dan, zijn ze daar echt niet over geïnformeerd? Of hebben ze dat niet opgepikt, niet gehoord, zijn ze het vergeten door alle andere dingen die er gebeuren in de periode van chemotherapie? Dat kunnen we hier niet uit opmaken, dus dat is wel een belangrijke vraag die we onszelf kunnen stellen. Wat we ook zien is dat mensen eigenlijk weinig naar de huisarts gaan voor ondersteuning in de neuropathie en dat dat toch voornamelijk wel in het ziekenhuis plaatsvindt. Als we dan kijken naar de zorg, de support, de empathie die mensen krijgen van hun sociale omgeving, dan zien we dat er eigenlijk maar heel weinig mensen zijn die nooit empathie krijgen van hun sociale omgeving. De maat van empathie die zij wel krijgen, die varieert heel erg. Maar dat is dus heel erg positief. Wat hier ook opvallend is in deze figuur, is dat de empathie die zij krijgen van werkgevers en de collega's, dat die eigenlijk voor een heel groot deel van de mensen niet van toepassing is of dat ze het niet weten. En dat is waarschijnlijk te verklaren doordat de leeftijd in deze groep patiënten best wel hoog was. En dat of een groot deel al gepensioneerd is, of dat een groot deel van de mensen al in de ziektewet zit door de behandeling, et cetera. Nou, wat zijn dan onze aanbevelingen aan de hand hiervan? Patiënten die moeten de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen om eigenlijk te zorgen dat die impact op dat dagelijks leven zoveel mogelijk verminderd wordt of voorkomen wordt. En het is belangrijk om te kijken naar toekomstig onderzoek, in toekomstig onderzoek naar de verschillende chemotherapeutische middelen en de daaruit voortkomende symptomen en dus ook weer de gevolgen. Dan wil ik graag doorgaan naar de coping- en zelfmanagementstrategieën van mensen die zij hanteren in het omgaan met de neuropathie. Bij coping, daaronder verstaan we echt de cognitieve omgang met de klachten, terwijl bij zelfmanagementstrategieën echt meer de praktische acties, het is in was de praktische acties die mensen ondernemen om te gaan met die neuropathie.
We hebben in deze studie interviews afgenomen met 12 verschillende patiënten. Om te kijken hoe hun ervaringen hierin zijn, wat hun manieren zijn om hiermee om te gaan. Je ziet voor de copingstrategieën, dus voor die cognitieve omgang, dat mensen zowel actieve als passieve strategieën veel toepassen. En bij actieve strategieën kun je denken aan plannen, sociale steun zoeken en acceptatie. Bij de passieve strategieën zien we dat mensen ook veel geneigd zijn om frustratie te uiten, boosheid, verdriet en ook het vermijden van activiteiten. En dat zijn de strategieën die toch als minder behulpzaam, meer vermijdend worden gezien. Als we dan kijken naar de zelfmanagementstrategieën, dus echt die praktische acties die mensen ondernemen, dan zien we dat mensen echt wel veel passieve strategieën toepassen en minder actieve strategieën. Dus die actieve strategieën zijn bijvoorbeeld bewegen, dus naar de sportschool of wandelen. Terwijl die passieve strategieën is medicatie, bewuste schoenkeuze, rusten. Waar mensen dan toch meer geneigd zijn om die passieve strategieën toe te passen. Wat kunnen we hier dan van leren? Het is belangrijk dat er onderzoek komt naar de effectiviteit van psychosociale interventies om juist die helpende strategieën te leren en te kunnen toepassen. Wat ook belangrijk is, is dat zorgverleners patiënten tijdig doorverwijzen om eigenlijk te voorkomen dat er te veel beperkingen komen waar mensen misschien wat minder helpende strategieën voor in zullen zetten. Dan wil ik jullie graag meenemen in de ontwikkeling van de interventie die we gemaakt hebben. Ik heb net natuurlijk al allerlei strategieën toegelicht van mensen die omgaan met die neuropathie. En wat we eigenlijk zien in de literatuur ook is dat er heel beperkte behandelopties zijn en dat er ook weinig bewijs voor effectiviteit is. En dat is waarom we aan zijn gekomen bij het ontwikkelen van een online ACT zelfhulpinterventie. Om echt die pijnbeperking in het dagelijks leven van deze mensen te kunnen verbeteren. Dat hebben we gedaan door middel van een bepaalde roadmap die we hebben gevolgd. Dus we zijn begonnen met het afnemen van interviews om te kijken waar de mensen behoefte aan hadden in zo'n zelfhulpinterventie. Op basis daarvan hebben we meerdere persona ontwikkeld die eigenlijk de eindgebruiker weergeven om zo de ontwikkelaars van de interventie echt goed te kunnen uitleggen wie de gebruiker is. Om te zorgen dat die interventie zo goed mogelijk aansluit bij de gebruiker. Toen zijn we aan de slag gegaan met de ontwikkeling. Dus het is ontwikkeld door twee psychologen die expertise hadden op het gebied van ACT. En daarna zijn we eigenlijk door twee verschillende prototype testfases gegaan om zo uiteindelijk bij de uiteindelijke interventie te komen. De interventie die heet Omarm Pijn. En het is een interventie waar mensen in 8 weken tijd door 6 verschillende sessies lopen, die dus gebaseerd zijn op acceptance en commitment therapie, waar ik daar straks al over verteld heb. Bij die interventie krijgen mensen ook e-mailbegeleiding in een soort van chatvorm. En dit is hoe de interventie eruit ziet. Het zijn wat screenshots. Het is dus een interventie die te gebruiken is als app, maar ook in de internetbrowser, gewoon op de computer. En wat je kunt zien is dat we eigenlijk gebruik hebben gemaakt van verschillende multimedia types. Dus we hebben veel informatiestukken, maar we hebben ook veel quotes. Juist om die patiëntenherkenning meer in terug te laten komen. We hebben ook gebruik gemaakt van veel oefeningen waar mensen echt aan de slag gaan met hun eigen ervaringen. Veel metaforen die heel erg typisch zijn voor ACT. En audiofragmenten bij de mindfulness oefeningen. Nou, mocht je nou echt een uitgebreide toelichting willen zien van hoe we dat helemaal ontwikkeld hebben, want dit is een heel beknopte versie, dan raad ik je aan om het paper er even bij op te zoeken, want daar staat nog veel gedetailleerder in wat we allemaal precies hebben gedaan en waar de interventie allemaal uit bestaat. Dan het laatste onderdeel waar ik jullie mee wil nemen, dat is het studieprotocol dat we hebben geschreven voor de studie die we aan het doen zijn. De primaire doelstelling van onze studie is dat we willen kijken of dat die interventie die ik net heb toegelicht effectief is in het verbeteren van pijnbeperkingen in vergelijking met treatment as usual. Dus de gewone behandeling of geen behandeling die mensen hebben. Daarnaast willen we ook kijken of dat er factoren zijn die de effectiviteit beïnvloeden. En we willen kijken of dat er verschil is tussen een begeleide vorm en een onbegeleide vorm van de interventie. Nou, dat doen we door middel van een randomized control trial, waarin we 146 participanten nodig hebben.
In totaal duurt het voor een patiënt 8 maanden om de hele studie te doorlopen. En in die 8 maanden zijn er ook 7 vragenlijsten die zij invullen. Dus je ziet hier dat er 2 vragenlijsten zijn aan het begin. Dan worden mensen gerandomiseerd of in de groep met begeleiding of op de wachtlijst. En op de wachtlijstgroep, in de wachtlijstgroep zie je dat na een aantal maanden de patiënten ook nog de interventie kunnen volgen, maar dan zonder begeleiding. Op dit moment is de inclusie afgerond en wachten op de resultaten. En we hopen de resultaten in de loop van 2024 te hebben, dus daar zullen jullie nog even op moeten wachten. Ik ben ook nog bezig met 2 andere papers die in mijn proefschrift zullen komen. Dat is 1, ik ga op een kwalitatieve manier bekijken of dat er barrières en bevorderende factoren zijn voor het gebruik van de interventie. Dus wat vonden mensen nu juist bijdragen daaraan? Wat vonden mensen juist minder fijn, waardoor ze niet meer wilde deelnemen of minder wilde deelnemen. En uiteraard de effectiviteit van de studie. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht. En ik ben blij als ik nog vragen kan beantwoorden. Dankjewel, Danielle. En ik ben ook ontzettend benieuwd wat er uit je onderzoek gaat komen naar de effectiviteit van omarmpijn. Het zou mooi zijn als het werkt. Ja. Er zijn 2 vragen binnengekomen. Je hebt verteld over de self-management-strategieën die mensen gebruiken, hè, als ze last hebben van neuropathie. En iemand vraagt of je ook weet of die self-management-strategieën ook werken. Geven mensen ook aan of het hen helpt of niet? Ja, dus we hebben in deze studie alleen de voor de mensen ervaren als helpend beschreven. Dus als mensen bijvoorbeeld zeiden van nou, ik heb dit of dat medicijn wel eens geprobeerd, maar dat hielp niet, dus daar ben ik mee gestopt. Dan hebben we het niet beschreven. Dus we hebben alleen in de perceptie van de patiënt de helpende strategieën beschreven. Ja, ja. Okay. Want het zou nog weer een andere studie op zich zijn als je de niet helpende strategieën zou gaan beschrijven. En dat hebben we hier dus niet gedaan. Ja, dus je focus was op alles wat helpend ja, was. Ja. Een andere vraag is of alle elementen uit ACT ook in jouw omarmpijninterventie zitten. Ja, zeker. Dus ik kan wel eventjes teruggaan naar de slides. Ik weet niet of de mensen het nog zien. Ik hoop het wel. Maar je ziet hier dat we 6 verschillende sessies hebben. En eigenlijk komt in iedere sessie een van de onderdelen terug. En op een gegeven moment worden die ook nog gecombineerd. Maar het zit er allemaal in. Alle losse onderdelen van ACT, inclusief ook de mindfulness oefeningen. Ja. Mooi. Er is ook nog een leuke vraag over implementatie. Ja. Stel nou dat we vinden dat het werkt. Is het dan makkelijk te implementeren? En iemand doet al meteen de suggestie, een hele goede suggestie denk ik, bijvoorbeeld via de Onco App Store. Ja, dat is zeker iets waar we al over nagedacht hebben. We hebben ook bewust, ik weet niet of mensen het herkennen, maar we hebben de interventie ingebouwd in Carify. En dat is een systeem wat echt ook door meerdere zorginstellingen gebruikt wordt, zoals ook het HDI, het Helen Dowling Instituut. Dus daar hebben we zeker over nagedacht. Dus het zou een optie zijn om het onder te brengen bij bijvoorbeeld zorginstellingen. Maar wat ook heel erg mooi zou zijn, denk ik, is als het meer vrij beschikbaar is, zoals via zo'n Onco App Store. Dat is iets wat nu nog te vroeg is, omdat we echt eerst moeten gaan kijken of het überhaupt natuurlijk werkt. Dat hopen we heel erg. En als het werkt, dan is dat natuurlijk wel iets waar we absoluut mee aan de slag willen gaan. Omdat het heel erg zonde zou zijn als dit daarna dan maar gewoon, nou ja, in de kastbalans is niet helemaal de juiste verwoording, maar als er niks mee gedaan wordt. Ja. Ja, want je doet ervoor dat het uiteindelijk ook bij de patiënt komt. Ja, absoluut. Dus, ja. Heel hartelijk dank. Dat waren de vragen voor nu.